Bij jou opnemen. Ja. Oeh. Yes. Welkom bij de Sco Villains. Hey, leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Dennis. Achter de camera staat TJ en wij zijn de Sco Villains. Ik ga zoals elke aflevering weer iets pittigs eten, omdat ik dan weer een cadeautje krijg van TJ. Dat ga ik beoordelen op smaak, pittigheid en hoeveel ik ervan gezweten. Mocht je nog niet geabonneerd hebben op ons kanaal, doe dat dan hieronder. En geef even een like, deel met je vrienden, want we hebben 1000 subscribers nodig. Nou TJ, wat heb je vandaag voor mijn petto? Ben je klaar voor? Ik wil wel even mijn excuus aanbieden al van tevoren, want ik had niet meer, nou je ziet het vanzelf wat ik bedoel, oké? Okay? Dus ja. Sorry, alsjeblieft. Ik moest even kijken. Ja, ik had dus geen inpakpapier meer, behalve dit. Niet doen. Genieten. Cellofaan. Niet kapot maken, ik moet dat nog teruggeven. Cellofaan, spel cellofaan. C-E-L-L-O-F-A-A-N. Echt? Ja. Oké. Okay. Weet ik niet. Good for you. Dus, laat zien wat het is. Het is Furyful. Fury? Furyful. The hottest sauce in the world. Without extract. Uh-oh. Oeh. Beetje eng ook. Serving size 1 teaspoon. Leuke band. Ingredients: Reaper pepper mash. Reaper pepper mash. Reaper pepper vinegar. Bestaat dus blijkbaar ook. Trinidad scorpion pepper mash. Dennis, die heeft deze of zo. Apple cider vinegar. Jolokia pepper. Jolokia, sorry. Red 7 pot. Primo pepper mash. Sun-dried tomatoes en garlic en komijn. Ik kwam bijna niet uit mijn woorden. We weten inmiddels dat de Scoville units in deze saus zitten tussen de 500.000 en 600.000 in. En 500.000 tot 600.000 zit hier, precies hier. Hè? Even ter vergelijking, de Carolina Reaper peper die hierin zit, de heetste peper ter wereld, heeft pieken van 2,25 miljoen. Dus deze saus ongeveer een kwart daarvan. Ik heb weer lekker kibbeling. Ik denk dat Tietje ook weer een stukje wil, daarom heb ik meer gemaakt. Beter gek. Zo, zag je dat? Ja, er kwam een beetje rook vanaf. Ja. Laten we proeven. Nou, hij wil niet. Nou, klaar. Oeh. Oeh. Rustig. Goed donkerrode saus. Let's go. Smakelijk. Ah. Oh, een beetje. Doei. Schoor als ik dat doe, niet dan. Maar dit is denk ik ook lekker bij vleesgerechten. Hoewel, als je een goede biefstuk hebt, moet je dat gewoon niet doen. Dat is zonde van smaak. Ja, hoor je dat? Nou, slijm van in mijn mond. Teken. Volgens mij begin ik te zweten in mijn inname. Check. Wil je proeven? Ja. Zei hij vol overtuiging en plezier. Ik zal minder doen. Mag iets meer wel, want ja, super bedankt. Ja, ik vind hem lekker. Hij is wel, ja, hij is wel echt pittig. Ik ga gewoon nog één nemen. Zo. Kijk, nog meer zweet. Ik ben wel redelijk aan het zweten wel. Dat is goed. Dat is goed. Ben je nog een stukje?
Ja, dan is het op, hè? Ja. Met of zonder saus? Met. Beter. Oké, de beoordeling. Nou ja, goed. Kijk naar. Dit is wel heet, hè? Vocht langs mijn hoofd. Grappig dat mijn lichaam door de hitte van de saus denkt dat het buiten warm is en het dus moet afkoelen. Terwijl het helemaal niet zo heel koud is, warm is. De beoordeling. Smaak. Het is vooral veel peper. Wel een goede combinatie van de vier pepers, vind ik. Goede, toch wel een beetje ja, fruitige smaak eraan. Van 0 tot en met 10 zou ik deze een 8 geven. Nee, 7,5 voor de smaak. Nou, zweet rating kunnen jullie zien. Dat is zeker een 5. Misschien wel 6. Ik ga voor 6. 6 voor zweet. Qua pittigheid. Ja, hij is pittig. Hij blijft niet, je hebt niet heel lang afterburn. Ik denk wel weer dat ik last krijg van mijn maag, want dat doe ik er bijna altijd. 7,5 pittigheid. En ja, al met al, ik zou hem zeker aanraden. Maar er zit gewoon lekker veel smaak aan. Zoals ik al zei, ik denk dat deze het heel goed doet bij vleesgerechten en Aziatisch eten. Behalve sushi, daar moet je geen sambal op doen. Heel zonde. Dus dat is mijn beoordeling. Ik zweep mijn ongeluk. Ook weer even natuurlijk een shout-out aan onze vrienden van Heatsupply. Heatsupply. Dat zou best een jingle kunnen zijn. Voor deze hot sauce, mocht je die willen bestellen, je kan hun link vinden ergens in dit filmpje. Mocht je ons content leuk vinden, abonneer je op ons kanaal. Laat even een like achter. Deel ons met je vrienden. En, deel ons met je vrienden? Ja, deel ons met je vrienden. Als je vrienden raar hebt, dan kan je ons toch je met kan, hen delen. Ja, ons kanaal. Je kan ons niet delen met je vrienden. Ja, niet opdelen. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Later. Doei!